de rechterkant graag terug liet zakken. De aftrap voor het Nederlands team. En Jan Wouters aan de bal. Sturing en Graham Rutjes. Het is altijd even lekker. Het eerste balcontact geeft een veilig gevoel. Vrezen. En Ronald Koeman die wekelijks op de bank. Liebrechts is er niet. Die zit in andere problemen. Helaas. Er is niemand meegediend. En dan de bal in de ruimte. Van Breukelen komt. En is dat een penalty? Ja. Jongen. Hans van Breukelen, jongen. Dat had je toch absoluut niet moeten doen. Een volkomen onschuldige bal. In de rand van het 16 meter gebied. En dan pakt hij hem op deze manier beet. Alle checking is er nog door Henk Vrezen. Door alles en iedereen. Zwaar is eraf. Ja, dat zeer zeker. Maar heeft de scheidsrechter ongelijk? Dat is de vraag. Protasov was de man die werd neergelegd. En die gaat de penalty nemen. De nummer 10. Ja, de Europese finale heeft Van Breukelen penalties gestopt. De aanloop die erg lang is, van buiten het 16 meter gebied. Wat doet Van Breukelen? Gokt hij op de hoek? Of reageert hij? De bal zit. Het is 1-0 voor Rusland. Dat is een slechte start. Een hele slechte start. Jongen, we hebben gespeeld. 10 minuten. Voor Rusland tegen Nederland. Nederland zelf al dat goed in de wedstrijd was. Koeman. Kuznetsov. En de rustige verdediging van Korlukovic. Bietske. Eikelkamp. Recht op de man af. Wel langsheen. Goed erin. Kopbal en de goal. Nee. Jongens, ik zag een paar of ik wilde dat hij erin ging. Perfect gekopt. Eikelkamp en dan in de verre hoek gelegd door Bosman. Hangt prima in de lucht. En het scheelt niet echt veel. En Dazaev zat er naast. En Koeman. Ronald Koeman kan komen. Ja, dat is een peer. Maar het is 40 meter. Ik denk niet dat je van die afstand Dazaev kan verrassen. Van Schip. Vrezer komt ook naar voren. Nou lopen er heel wat lange jongens. Eikelkamp, Vrezer, Rutjes. Als het er maar niet te veel zijn. Dan komt de bal. Vrezer schiet hem in. Het was hen. Het zou ook na zijn gegaan. John Bosman. De nek te kort. En probeert het met arm. Henk Vrezer zoekt de tweede hoek op. De bal gaat naast. Ja, het is te proberen. En hij moet hier in die korte hoek eigenlijk komen. Het gat dat zien we wagenwijd open liggen. Aan de rechterhand van de doelman, daar moet hij inkomen. Wat scheelt er? Goed genomen. Niet zuiver genoeg. Vrije trap. Zoeken naar Bosman of Kieft. Dat is Kieft, Erik Bosman, schot en net naast. Goed, achter die twee spitsen meegekomen Jan Wouters. Een vlugge schoten. Even nog een keer die bal die wordt teruggelegd. Jan Wouters van zo'n meter of 17 met de buitenkant rechts en dan naast. Bij Nederland te veel mensen achterin. Het is hem. Hens, penalty. Ja, nou, dan mag Nederland even niet mopperen. Mogen ze even niet mopperen.
Nou, ik weet niet of we het in de herhaling te zien krijgen. Ik vrees dat weinig scheidsrechters daar een strafschop voor geven. Wie gaat hem nemen? Koeman, we gaan het nog een keertje zien. Koeman die legt in de tussentijd de bal op de stip. Daar gaat Kylian Queen. Wat gebeurt er hier? Nu moet het gaan gebeuren. Nou jongens, nee hoor. Geen penalty. Spijt me. Maar toch maar erin schieten. Als je hem toch krijgt. Lijkt me verstandig. Goeie aanloop. En de goal. 1-1. En zo hebben twee strafschoppen de stand op 1-1 gebracht. Heel koelbloedig benut door Ronald Koeman. Maar het was een cadeautje. Keeper naar de verkeerde kant. Dat hebben we gespeeld. Bij elkaar 70 minuten. En de Henk Vrezer. Oh, een foutje. Foutje van Koeman. Alle tijd. En is dit hem? Ja hoor, het is hem. Jongen, wat een blunder zeg. Mijn hemel, dat Koeman gebeurt. En ik denk dat het... wie is dat deze man? Ik dacht de nummer 12, Simantovic. En dan is het 2-1 voor de Russen in een totaal ongevaarlijke situatie. Jongen, Luti was het, die scoorde niet. Simantovic. En hij doet het heel rustig, heel beheerst. En Ronald Koeman die kan zichzelf wel een draai om zijn oren geven nu. 2-1 voor Rusland. En nog 10 minuten te spelen. De hoekschop wordt ongetwijfeld nog genomen. Bietsche. Kremerutjes. Officiële speeltijd voorbij. De hoekschop. Doorgekopt. Eruit. Geen buitenspel. Wel buitenspel. Het werd niet gevlacht voor buitenspel. Dan wellicht voor een overtreding. En ik denk dat dit het laatste moment van de wedstrijd geweest is waarin Nederland echt gevaarlijk kan worden. We zien het moment nog een keer. Geen buitenspel free kick geweest. 9,15 meter nu. Dat heeft John van Loon niet. Dazaev mag uittrappen en Sandor Poel maakt er nog geen eind aan. Kan er mogelijk nog lang duren. Het is afgelopen. Nederland verliest hier in Kiev met 2-1 van het Russische nationale team. En ik denk dat dat een verdiende overwinning voor de Russen is. Het Nederlands elftal heeft zeker niet groots gespeeld. Het lijkt me goed met deze beelden terug te gaan.